Hallo allemaal en super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Ja, we zijn er weer! Zo gezellig. Nou, we gaan vandaag een heel leuk, maar ook wel weer iets heel... Nou, eigenlijk helemaal niet leuk. Het is gewoon vreselijk wat we weer gaan doen. We gaan, nou je hebt het aan de titel en de thumbnail kunnen zien. We gaan weer hele hete, gore noedels eten. Nou, dat is natuurlijk heel erg. Maar jullie vonden het zo leuk en jullie wilden zo graag dat ik het nog een keer ging doen. Nou ja, dus daar ben ik dan maar, hè. Laat ik het dan maar gewoon nog een keer doen. Voordat we gaan beginnen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Laten we gaan voor de 120 duimpjes omhoog. Nou, dat moet wel lukken, toch? En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren. En klik ook even op dat belletje, hè. Dat is heel slim. Want dan krijg je gewoon een melding wanneer ik weer een video heb geplaatst. Ik heb hier de soep. En het is hele bijzondere soep. Het is een bulldog hot chicken flavor ramen soep. Nou, en het ziet er al heel pittig uit. Je ziet het al aan dat vuurvlammetje en dat kippetje. Er staat, ja, wat is dat voor beest? Een soort kippetje. Nou, die ziet er ook al helemaal een beetje gek uit. Oh, ik ben hier weer zo bang voor. Waarom doe ik dit? Dit schijnt ook helemaal een trend te zijn op TikTok. Carbonara. Even uitademen. Gezellig, hè? Even de kerstboom op de achtergrond. Dat maakt het toch nog extra feestelijk. Ja, ik wil eigenlijk helemaal dit niet doen. Maar we gaan het toch gewoon doen. Hoe moet deze grap bereid worden? Nou, dat is natuurlijk ook alweer een hele opgave. Kind of slime, meneer, hoe moet dit? Ik weet helemaal niet hoe dit moet. Er staat ook nergens iets van een leuke... aanwijzing. Nou ja, een soort inhoudsopgave. Dat zie ik niet. Ik heb hier een pan. Hey, een pan. Dat is al helemaal fantastisch. En dan gaan we het hier gewoon even in doen. Net als vorige keer weer zo'n hele blok aan. Ja, aan noedel. En het is helemaal hard. Auw. Oké, nou. Allemaal zo lekker in een pannetje doen. Prima. Hier hebben we de hot sauce. En wat is dit? Dit is een poeder. Aan met die waterkoker. Zodra het lampje uitgaat van de waterkoker, kunnen wij het water in de pan doen. Ja, en hierin zit natuurlijk al die noedel. Ja. Wat gaat dit goed? Oh, wat gaat dit goed? Het kookt helemaal. Jongens, geen idee of ik het goed doe hoor, maar het ziet er goed uit. Volgens mij is het te veel. Het is niet goed. Het is te veel, veel te veel water. Ik ga er wat uithalen. Oké, en dan gaan we nu de hot sauce erbij doen. En dit is verschrikkelijk, want dit maakt eigenlijk het hete. Oeh, wat een kleur. Oh jeetje. Oh, het zit helemaal op mijn vingers. Auw, het prikt ook heel erg. Nee. Nee, wat erg. Ah, wat erg. Roeren, Jace, roeren. Ja, dan doen we nog even dat andere poeder er lekker bij voor de... carbonara smaak. Uit, het ziet er zo bizar uit. Oeh. Het is zover. We gaan het proeven. Oh, ik ga dit keer gewoon vanuit de pan eten hoor. Oh, het ziet er zo verschrikkelijk uit. Oh. Oh, wat erg. Nou, jongens, we gaan een hapje nemen hoor. Echt heel pittig opeens. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Ik ga nu mijn tong wassen. Oh, wat erg. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, meid. Nou, ik sta helemaal in de fik. Nou, dit is echt niet best, jongens. Ik sta helemaal in vuur en vlam. Dit is verschrikkelijk pittig. Oh, god. Oh, we moeten nog 2 grote happen nemen. Dan hebben we deze challenge voltooid. Ik ga helemaal traanogen. Oké, 3, 2, 1. Oh! Ah! Ah! Oh, ik heb geen melk. Dan maar yoghurt. Yoghurt, ze zeggen yoghurt is goed voor je. Kom maar, ik moet iets van zuiver. Oh nee, dit is ook niet de bedoeling. Oh, dit, nee. Dit gaat helemaal fout. Oh, wat erg. Ah.
is het? Oh, hij is over de datum. Oh, wat erg. Oh, ik eet gewoon helemaal over de datum. Volle yoghurt, 3% vet. Oh, erg. Ik denk al, wat proeft het zuur. Nou, echt verschrikkelijk. Hoe kan dat nou weer? Nou, wat een gezeik. Die hele yoghurt. Nou, over de datum. Wat een nare ervaring. Meid. Jongens, ik wil niet meer. Ik vind het echt zo pittig. Mijn lippen branden ook zo erg. Wat walgelijk. En dan die zure yoghurt. Nou, we gaan door naar de laatste hap, hoor. De laatste hap, oké. Spannend, spannend. Oké, 3, 2, 1. Is dat erg? Wat verschrikkelijk. Nou jongens, ik doe dit nooit. Nou, het is echt verschrikkelijk. Wat erg. Nou jongens, ik ben helemaal gek in mijn hoofd. Ik vind het helemaal... Ik stop ermee hoor. Jongens, hoe moet dat nou? Iedere keer zo'n hete challenge. Jongens, ik ga de video maar afsluiten. Want dit gaat anders helemaal de verkeerde kant op. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. Ik ga nooit meer deze hot buldorak carbonara soep eten. Het is heel heet. Dus tot de volgende video. En wat ik met dit ga doen? Nou, ik ga het weggooien. Het is niet te eten.